Can I have jullie aandacht, please? Hela, can I have jullie aandacht, please? Wat voor dikke, kan er iemand mij dat uitleggen? Sommige parasieten vinden dat je na je 40ste beter naar die graf kunt gaan. Hola, houd dat ze weg? Zwijf dat niet, hè? Mij werd er verteld dat ik leid aan een midlife crisis. Jesus, dat zeggen alleen degenen die effectief ook lijden aan een crisis. Easy, om iemand af te kraken, omdat ze zelf nergens geraken. En dat kunnen ze niet verdragen. Vandaar dat ze zich als Mongolen gedragen. Waarom doen ze dat? Waarom zeggen ze dat? Is het omdat ik op mijn 43ste ben beginnen rappen? Is het dat? Omdat ik nu vrijgezel ben? Is het dat? Of misschien is het omdat ik nog leef? Misschien is het dat? I will fuck you, pshoot, koudo, I gonna this, blijven de. Willen of niet, of dat je ermee akkoord bent of niet? Ik hoor nog. Jullie idool, en ik ga zo door, daar rij jij maar door, tot mijn dood. Te veel plannen nog in mijn hoofd. Jullie geraken nog in shock, het is nog maar mijn eerste schot. Hey yes, wist je dat ik talent heb, yes? Ontdek dat ik gewoon de beste rapper ter alle tijden ben. Ik ben de nieuwe Eminem en 50 Cent tezamen. 2 in 1, nummer 1. Probeer dit maar eens na te doen. Na. Sera Pero, Pero, mi amigo Pedro. I'm gonna tell you, mijn geschatte value. 10 op 10, tiptop op TikTok. Never give up, ik bereik nog de top. Zonder stop, alleen motivatie stop. J'ai déjà défoncé toutes les titres. I'm the hero, ik ben heet en hetero. Zonder show en tattoo, heeft geen effect op mij, jouw voodoo. Undo stress, ik heb geen stress, maar wel de pest. Aan degene die pest, I'm gewoon de pest. Ik ben nummer 1 nog voor de kist. En ik zal nooit trouwen met een kich. Voor hun dikke pech en ik ben weg. I'm shooting D-I-M-D Y-K-E-M-O-M. Midlife crisis of niet, alles of niks. Maakt niet uit wat het is. Het belangrijkste is dat het niet jouw crisis is. Wat is het is wat het is. Je moet het niet gaan vergelijken met een artiest. Want dat wordt triest en dat is wat ik wist. Midlife crisis of niet, alles of niks. Maakt niet uit wat het is. Het belangrijkste is dat het niet jouw crisis is. Wat is het is wat het is. Je moet het niet gaan vergelijken met een artiest. Want dat wordt triest en dat is wat ik wist. Midlife crisis of niet, alles of niks. Maakt niet uit wat het is. Het belangrijkste is dat het niet jouw crisis is. Wat is het is wat het is. Je moet je niet gaan vergelijken met een artiest. Want dat wordt triest en dat is wat ik wist. Undo stress, ik heb geen stress, maar wel de pest. Aan degene die pest, I'm gewoon de pest. Ik ben nummer 1 nog voor de kerst. En ik ga nooit trouwen met een kech. En dat is pech, en nu ben ik weg. Mij werd er verteld dat ik leid aan een midlife crisis. Jesus, dat zeggen alleen degenen die effectief ook lijden aan een crisis. Easy, om iemand af te kraken, omdat ze zelf nergens geraken. En dat kunnen ze niet verdragen. Vandaar dat ze zich als Mongolen gedragen.